zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van de Clip van de Dag. En de artiesten die komen natuurlijk uit Tilburg, maar ook uit allerlei andere steden. De volgende komt uit Eindhoven. Wie het is, dat ga je nu zien. Op 11 mei 1988 werd deze zangeres geboren in Eindhoven en kreeg de naam Monique Schellekens. Monique wist eigenlijk al heel vroeg wat ze wilde worden. Zangeres. Mensen blij maken met haar stemgeluid en op het podium staan. En ja, dat is toch wel echt haar ding. Vanaf haar 12e levensjaar begon ze ook mee te doen aan talentenjachten en behaalde regelmatig een eerste plek. Het ging de goede kant op met Monique en kreeg steeds vaker optredens en stond steeds vaker tussen grote artiesten zoals René Schuurmans en Henk Wijngaard. In 2012 werd dan ook echt tijd voor een eigen repertoire en nam het nummer Als je bij me bent op. Als jij bij me bent, dan moet je niets te zeggen, maar even de wet. 28 mei 2014 volgde haar tweede single Laat mij maar verder gaan. Onze droom is nu voorbij. Ik ben ontzettend benieuwd naar haar nieuwe single Wijs me de weg naar je hart. Monique Schellekens, van harte welkom op de Tilburgse kermis. Hoe is het? Ja, goed. Met jou ook? Pas een nieuwe, pas een nieuwe single uit. Ja. Vertel, hoe kom je erop? Ik heb vorig jaar mijn eerste single uitgebracht, Laat mij maar verder gaan. En ik vond nou toch wel weer tijd om de tweede single, Wijs mij de weg naar jouw hart, uit te brengen. Ja, en ik ben eigenlijk helemaal geswitcht van producer en eigenlijk helemaal een totaal ander plaatje heb ik eigenlijk gekozen. Dus ik ben eigenlijk naar Kees Tel gegaan en ik heb daar eigenlijk gezegd van ik wil zus en zo en ga daar maar eens mee aan de slag. En dan wordt dat geregeld. Dan wordt geregeld. Een nieuwe single, een prachtige single. Zijn de verwachtingen die je had ook uitgekomen? Ja, zeker. Ja, ik moet zeggen, hij wordt heel goed overal opgepakt, de single. Op de radiostations komen ze echt heel goed door. En ik moet zeggen, het is gewoon goed gegaan. Ja. Je bent nu 27, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Als klein meisje stond je eigenlijk al regelmatig op de bühne. Ja, ik ben eigenlijk op mijn 11e ben ik eigenlijk al begonnen, En, vele talentjachten toen meegedaan. Ja, vele gewonnen en vele natuurlijk ook niet. Ja, je hebt natuurlijk, er zijn zoveel goeie hier in Nederland. Ja. En toen ben ik eigenlijk verder gegaan. Veel festivals gezongen. Toen ben ik eigenlijk doorgegaan en doorgegaan. En toen dacht ik toch, ik moet toch wel eens die singles uit gaan brengen. Want het wordt nou toch wel eens tijd. Het wordt tijd voor een eigen repertoire. Ja. Hoe moeilijk is het nou om als jong talent dan eigenlijk door te breken in het Nederlandstalige circuit? Ja, heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja, er zijn zoveel goede artiesten hier in Nederland. Dus dat is toch wel heel moeilijk om daar net tussen te komen. Ja. Ja. Heb je nog toekomstplannen? Ja, zeker. Ik heb alweer voor in het verschiet natuurlijk weer voor mijn nieuwe single ben ik alweer in mijn hoofd bezig met wat ik wil. En wie weet in de toekomst een album natuurlijk. Ja, dus wie weet zit je binnenkort wel een keer bij ons op Tilburg aan tafel. Ja, wie weet. Waar heb je zelf met de kermis? Of ben je wel eens op de Tilburgse kermis geweest? Of ben je de eerste keer? Ik ben altijd hier op Tilburg kermis. Ja, ik vind kermis gewoon gezellig. Mm-hmm. Gewoon de mensen, die vermaken ze eigen. En wat wil je nog meer? De kermis is gewoon helemaal geweldig. Ja, in Eindhoven heb je ook een kermis. Is er wel iets anders dan hier in Tilburg? Het is ook wel gezellig in Eindhoven, maar hier hangt er toch weer net meer sfeer. Is het ook echt, Nou, je nieuwe single. Je hebt er al een clip van, maar we gaan op pad, we gaan de kermis over, want we gaan er een kermisclip van maken. Oh, gezellig. Self.
Zien wat